We gaan vandaag naar de wedstrijd van FC Utrecht en Feyenoord. Die gaat lekker HelloFresh voor mij koken. We gaan vandaag naar de finale van de Curvy Supermodel. Ik denk dat ik een romantisch eentje ga maken. Wat heb je gedaan? Laten zien. Jup, Jansen Heldoorn. Een hele goede middag. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zit met mijn man in de auto. Ja hoor. Vandaag naar de wedstrijd van FC Utrecht en Feyenoord. Dus we gaan nu rijden. We gaan naar Feyenoord. Naar Feyenoord toe. Rotterdam. In de Kuip. Dus we gaan daarheen. We hebben allemaal eten mee. Super lief van Opel dat we de kaartjes hebben gekregen. Daar is mijn man erg blij mee. Aangezien ik nu getrouwd ben, ben ik voor FC Utrecht. Dus nu moet ik juichen. Dus nu moet ik ook juichen als FC Utrecht scoort. Ja. Dus dat is eigenlijk de planning van vandaag. En de kinderen slapen bij mijn ouders. Dus misschien als we vanavond nog wat leuks gaan doen. Maar dan moeten we even kijken. Luxe vervelend, dus ik ga stoppen met vloggen voordat jullie zien hoe we ruzie krijgen. Ga er eens invloed. Ik ben al de hele dag voetbal aan het kijken. En Luc, ik heb weer allemaal eten gekregen van HelloFresh. Dus Luc gaat lekker HelloFresh voor mij koken. Ik had namelijk een deal gemaakt. Als Utrecht had verloren van Feyenoord, moest ik even het maken. En wat heb je gekozen? Happy's. Kijken. Quick and easy staat erbij. 20 minuten maar. Oké. Ik ben ondertussen bij Carlijn. We gaan vanavond naar de finale van de Curvy Supermodel. Dus we dachten, we gaan even gezellig samen uit eten. We konden niks bedenken en alles was dicht op maandag. Dus we zijn bij de McDonald's geëindigd. Gelukkig is het vlak bij Carderhuis. En dan gaan we ons straks even omkleden en Carlijn vooral opmaken. Maar eerst gaan we even lekker eten. Ik haat dit leven. Carlijn is de enige die melk besteld bij de McDonald's. Echt, godverdamme zeg. Ik zit tenminste nog aan de lekker sappies. Zo lekker gezond beleven. Zo lekker. Zo, so, little different cookie. De Skittles zitten in de auto. We zijn een beetje te laat, dus ik heb hier niet meer de tijd om uitgebreid te gaan uitleggen wat we gaan doen. Naar de Curvy Supermodels. En we moeten opschieten, dus doei! Ik ga super lekker doen. En de jury heeft bij de keuze gekeken naar jullie prestaties de afgelopen weken, maar vooral ook naar vanavond. En dan mag ik het verlossende woord geven aan Nigel. Nigel, hou ons niet, ik weet niet wat je nu allemaal zegt, maar hou ons niet in spanning. This is so difficult. Oh. Wie wordt de winnaar van Curvy Supermodel 2018? Hou ik haar goed vast. Is het Dijk, congratulations. Daar ben ik weer op je beeldscherm. Ik hoor gesnurk achter mij, want Wolf is in slaap gevallen. Ik draag weer mijn roze pak, want Liv vond het zo erg dat ze mijn pak niet heeft kunnen zien. In het roze dat ze had gevraagd of ik hem aan wilde doen als ik er kwam ophalen van school. Ik ga straks even met de kinderen de Cosmo Girl uithalen, want ik sta op de cover. Maar die ga ik dus straks even met Liv en Wolf halen op de terugweg naar huis. Oké, we hebben overal gekeken in Vinkveen, maar nergens hebben ze de Cosmo Girl. Dus we gaan nu eventjes wat verder rijden naar Meidrecht. Dat is hier twee dorpjes verderop. En dan hopen we op daar meer geluk. Denk je dat we hem daar gaan vinden, Liv? Wolfie, denk je dat we hem daar gaan vinden? Ja. Wie moet altijd wachten op? Papa! Plaatsen. Nee. Ik ook. Je moet iets hoger kijken. Heb je me al gevonden? Ergens hier bijvoorbeeld? Oh, wie is dat? Mama. Oh, kijk eens. Kijk, wie is dat? Mama. Ga je doen? Ik ga mezelf kopen. Zo, de kids zijn ondertussen naar bed. De kinderen hadden nog een beetje leftovers van gisteren gegeten. Omdat we, het was lekker weer, we hebben lekker gechilled. En nu is Lucky gaan werken. En ik dacht, ik ga
toch nog even koken. Want ik heb namelijk spullen van Hella Fresh natuurlijk gekregen. Luc en ik hebben sowieso de laatste tijd lopen rijden een beetje om elkaar heen. We zijn natuurlijk nu getrouwd. Daardoor, nu we weer terug zijn, moeten we heel veel dingen weer opnieuw oppakken. Omdat we echt even een tijdje uit zijn. Dus ik met vloggen en hij met zijn werk. Ik denk dat ik een romantisch eentje ga maken. Dat de tafel mooi gaat dekken. En dat als hij terugkomt, dat we dan lekker samen kunnen eten. Ik ga beginnen met koken. Ik denk dat ik deze ga maken, want ik heb ook nog deze. Maar ik vind die mini cheeseburgertjes leuker om te maken met de kids. Dus die ga ik denk morgen maken. Dus ik ga deze denk ik nu maken om samen met Lucky te eten. Dus ik ga aan de slag. Het handige van deze is dat er achter de stappen erop staan. Hoe lang het duurt. Ja. Oké, ik heb nu de uitjes gesneden en die zitten in de pan. Daar komt straks een broccoli in en nu ga ik beginnen met de risotto. Ik heb maar voor het brengen van de met liefde. Een hele goede morgen. Ik zit vandaag in de auto met mijn nieuwe dochter. Want mijn dochter heeft haar. Wat heb je gedaan? Naar de kapper. Laten zien. Oh, wauw, je wilde het graag kort, hè? En wat hebben we gedaan met je oude haar? Gewoon weer. Ja, want sommige meisjes hebben ook haar nodig, hè? Ja. Het is super lekker weer, dus wij gaan lekker barbecuen bij mijn moeder. Ik heb nog de cheeseburgers over van Hella Fresh, dus die neem ik lekker mee. Dan kunnen ze die meenemen tijdens de barbecuen. En wat ik nog wil zeggen, dit is dus mijn laatste gerecht wat ik heb. Echt, ik vind het zo fijn, hoor lief. Ik vind dit zo fijn en het voordeel is dat je nergens aan vast zit. Dus je kan het de eerste keer proberen en krijg je een paar gerechten thuis. Je kan op de website uit 12 gerechten kiezen wat je wilt voor die week. Je kan dus 25 euro korting krijgen op je aankoop met mijn kortingscode JIP25. Hier. Maar ik ga dus lekker naar huis en dan kan ik lekker uitslapen omdat de kinderen hier zijn. Peer ik hem super snel. Ik ben wat aan het gaan doen, mijn moeder ziet het. Doei mama. Mooie vlog toch, doei! Mooie vlog toch, doei!